Dominique, allereerst hartelijk dank om even tijd voor mij vrij te maken. Even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dan nog lang wegblijven dat moment, maar welke dingen wil jij je dan vooral herinneren? Ah, mijn tenniscarrière sowieso, ja. Ik ben echt degene, en dat doe ik ook vaak met mijn coaching ook, en zeker bij topsporters, is... Als je gedaan hebt met je carrière en je kijkt achter en je denkt, oké, wat heb ik allemaal bereikt? En wat als ik dit en dat had gedaan, misschien had ik misschien beter geworden. Bij mij is dat, ik heb alles uitgehaald. Alles uit de kast gehaald wat ik kon halen. En ik ben op mijn toppunt gestopt ook, want ik was toen 18 op de wereldranglijst. Dus ik kon op dat moment nog even goed blijven tennissen. Maar ik had zo het gevoel van, nu is het goed geweest. Ik heb alles bereikt, dus... Als ik op mijn sterfbed, dan is zo de voldoening om te zeggen, ik heb eigenlijk gedaan wat ik wou doen. Dat was mijn passie. En toch niet zo slecht gedaan. Dus met heel veel positieve herinnering en voldoening, zeker en vast. Oké. Zijn er nog dingen die je naast de passie en carrière... Ja, naast de passie. Dus ik heb een dochter en ik heb die opgevoed tot nu toe met dezelfde waarden dat ik heb gekregen. En ik merk ook dat het positieve aspect is bijgebleven bij haar. Dus die opvoeding van mijn dochter kijk ik ook met heel veel voldoening. Het is nog niet gedaan, uiteraard. Het is 19. Maar ik merk wel dat de juiste waarden zijn doorgegeven. En dat ze ook een beetje naar het leven kijkt zoals ik het doe. En dat is een belangrijk voor mij ook. Want het is al zwaar genoeg. Dus we proberen zo goed mogelijk door het leven te gaan met een positieve kijk. Dat is een ander. En om verder te gaan op je vraag, mijn derde punt zou zijn dat na mijn tenniscarrière heb ik wel een beetje tijd genomen om na te denken, wat zou ik wel doen? En dat ook een toegevoegde waarde zou zijn voor mensen. Ik heb wel geluk gehad dat ik iemand heb leren kennen, alleen niet leren kennen, maar ik heb terug ontmoet van vroeger van de tennis, die mij voorgesteld om in de bedrijfscoaching te stappen. En dat is ook wat ik nog altijd doe, met evenveel passie dan... Allee, misschien niet zoals in tennis, hè, want dat is echt een droom. En het is het uiterste of het opperste gevoel. Maar wel de richting gevonden waar ik op lange termijn wilde werken. Dus om te zeggen, kijk ik achter, terug naar... Oké, wat is ook positief voor mij geweest, is de juiste richting gekozen waar ik mij bij heel goed voel. Oké. Perfect, dankjewel. Misschien ik ga er zo dadelijk nog wat verder op ingaan, maar voor degenen die misschien onder een steen geleefd hebben en jou niet kennen, wie is Dominique? Ja. Dat zou kunnen. De meeste mensen die ik vertelde dat ik jou mocht interviewen, die zeiden, oh, leuk en tof. Maar goed, voor degenen die het toch niet weten... We zijn de plus 40'ers. Ja, dat is misschien waar, maar wie is Dominique Monami? Kan je daar... Geboren en getogen in Verviers, dus ik ben wel Franstalig. Ik ben afgestudeerd, dus ik heb tot mijn 18 tennis en studie bij een college, bij Jesuites. Dus dat vind ik wel zeer opmerkelijk, want meestal is dat of tennisschool met studie gecombineerd. Maar bij mij was dat echt studeren bij de Jesuites en tot mijn 18. Dus het was wel pittig, maar ik heb het wel gedaan. Ben ik professioneel geworden toen. En ik heb mij 2 jaar gegeven om top 100 te bereiken. En dan 6 maanden stond ik wel in de top 100. Nu, om een beetje de highlights van mijn carrière te geven. Ben de eerste Belg die de top 10 heeft gehaald. Dus positie van 9 in de wereld, tenniswereld. 2 jaar op rij, dus in 98 en 99. In 2000 heb ik een bronsmedaille gehaald op de Olympische Spelen met Els Callens.
Ik heb mijn Olympische diploma, want ik heb kwartfinale gespeeld, dus ik heb een top 5 ook gedaan in enkel. Maar ja, dan is dat niet zo voor de mensen zo belangrijk dan uiteraard een medaille. En ja, ik moet zeggen, ik heb heel goede prestaties gedaan uiteindelijk. Ja, en veel beter dan ik had verwacht. Dus in een notendop, dat is wat ik ben sportpersoonlijkheid en sportvrouw van het jaar ook geweest in 1998. Dat was de eerste keer dat ik dat het sportpersoonlijkheid ook bestond. En als, ik vond dat wel opmerkelijk, want dat was het publiek die mocht stemmen voor sportpersoonlijkheid, Vlaamse publiek. Ja. En ik ben wel uitgekozen, ik ben wel Belg, hè, maar als Franstalig. Door Nederlandstalig, voor Fred de Burgraaf. Vond ik niet mis. Ja. Ja. Kan je daar een verklaring voor geven waarom je ook geliefd bent bij het Vlaamse? Ik denk dat mijn karakter ook, hè, mijn gedrevenheid, nooit opgeven, vechtertje, maar wel ook dat mijn attitude op terrein, ik wil eerlijk zijn dat ik een voorbeeld was voor meisjes, ook een beetje te inspireren om te tennissen. En ja, nooit opgeven, veerkracht getoond en vooral mentaal ijzersterk. Ja, mag ik dat wel gebruiken? Ja. Ja. Is daar misschien ook een verband te vinden? Je coach nu mensen vooral mentaal, toch? Ja, het is redelijk breed. Ik werk in het bedrijf en sport. Dus sport doe ik mental coaching. Dus neem ik eerst mijn ervaring vanuit topsport. Mijn eigen ervaring en wat ik heb meegemaakt tijdens mijn profcarrière. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk opleiding gevolgd om de juiste tools te doen. Dus dat is een combinatie van de twee. En dat is echt mental coaching. Dus dat is puur over vooral individuele sporter. En dan doe ik coaching, maar meer naar bedrijf. En dan is dat performance coaching, energy coaching, career coaching, veerkrachtcoaching, dus dat is redelijk breed. En dan sinds 2008 heb ik mijn opleiding gevolgd van die allerlei soorten coaching. Ja. Oké, goed. Ik zei, daarnet zei je een paar keer, als ik vroeg van welke dingen wil jij je vooral herinneren, zo die positieve herinneringen, positieve aspect ook bij je dochter meegeven, is dat iets wat belangrijk is voor jou zo? Positief in het leven staan? Ja, dat heeft mij enorm geholpen, ook in mijn professionele carrière. Ik ben positief ingesteld, maar ik ben ook realist. Hè? Pas op, hè? Want het is niet altijd euforisch. Maar door... dat heeft mij enorm geholpen nog altijd. Want als je positief naar het leven kijkt, zelf is het te moeilijk, kan je nog altijd eruit raken. Ja. Want het leven is niet gemakkelijk. Dus als je die positiviteit kan bewaren, denk ik dat een belangrijk aspect in het leven om, ik zeg het ook, veerkrachtiger te zijn. Dat is een feit, ja. Ja, oké. Ik ben wel benieuwd. Je zegt van, ik probeer mijn dochter dezelfde waarde mee te geven dan de waarde die jij zelf hebt meegekregen. Dus inderdaad, positief in het leven staan. En zijn er nog dingen, kan je nog dingen noemen? Die... Respect. Ja, respect. Ja, dat is op nummer 1 sowieso. Respect voor jezelf en respect voor andere mensen. Mm-hmm. Dat je niet te rap gaan de mensen oordelen. Wat een beetje de neiging dat we hebben als mensen. Onze mening over iedereen en nog wat. In het begin van je leven is natuurlijk iets dat je automatisch doet. Maar met de jaren heb je beseft, uiteindelijk wie ben ik om daar. Nederigheid. Maar moet ook niet te nederig zijn. Maar ook niet de omgekeerd. Niet te opportunistisch in de verkeerde zin. Dat wel. Veerkracht en ik zeg het ook, doorzettingsvermogen is belangrijk. Ja. Want ik neem een voorbeeld van mijn dochter die vorig jaar ingangsexamen heeft gedaan voor geneeskunde. Die was wel door, maar die mocht niet starten, want ze had 3 punten kort, dus dat is een vraag. Het is heel zwaar.
mentaal heel zwaar en emotioneel ook. En toch is het dat wel doorgekomen. En ik denk dat veel sterker is uitgekomen dan ik had persoonlijk ook verwacht. Dus dat is zo één manier. En door haar positiviteit kijk naar, oké, wat zou ik nu doen? Welke oplossing volgend jaar opnieuw doen? Merk ik wel dat, want ik zeg de waarde, dat al wat ik heb nu vernoemd, dat zit erin en dat is wel goed. Ja. Okay. Hoe ging je zelf in je carrière? Want oké, goed, je hebt daarnet de mooie momenten opgesomd. Ja. En inderdaad, ik denk dat je daar terecht heel trots op mag zijn. Maar goed, zoals je ook net aangaf, het leven is niet altijd makkelijk. Nee. Hoe ging jij in je carrière? Ben je bijvoorbeeld eens geblesseerd geweest of zo? Dat is als topsporter denk ik het allermoeilijkst. Maar gewoon, ja. Ik kan me voorstellen als je inderdaad in de top 10 staat en het verwachtingspatroon is er ook gewoon uit de top 10 vallen, ook al is dat geen schande of geen ramp, maar toch, ja, hoe ga je om zo met die tegenslagen of mindere momenten? Ja, dat zijn, ja, op bepaalde momenten is dat wel tegenslagen, moet je het zo bekijken. Maar ik heb nooit een zwaar kwetsuur gehad, dus ik heb nooit echt lang moeten stoppen. Ik heb wel een kwetsuur gehad, die heeft mij wel een jaar toch heel lastig gemaakt. Want ik had tendinitis aan de fascia lata. En dat is heel stom gebeurd door een training met de verkeerde persoon die tennisles gaf en die zei, we gaan conditie doen en dan doen we een oefening. En dat heeft mijn knie, die nog altijd niet 100% is, beschaad. Daar heb ik wel moeten zoeken naar alternatief en opnieuw, hè, positief. Maar ja, ik heb zwaar momenten gehad. Ja, absoluut. Ja, het was een topsportcarrière is niet alleen positief. Het is al begonnen op leeftijd van 14 toen de federatie kwam kijken en die zei, ja, met je opslag ga je nooit raken, je bent niet goed genoeg enzovoort. En dan waarschijnlijk heb je daar twee keuzes? Of eerste keuze is, oké, die hebben gelijk en oké, ik ga tennissen, maar ik ga verder studeren. Of denk je op dat moment, ik ga je bewijzen dat ik dat wel kan. En dat heb ik wel gedaan. Dus ik heb echt effectief. Maar die man die heeft mij wel ergens geholpen. Maar dat kost wel energie, hè? Pas op. Hè? Want hij moet constant bewijzen. Dat is een beetje het nadeel van mijn carrière persoonlijk, is het dat constant moeten bewijzen. En zoals je zegt, ja, verwachting van de mensen top 10, verwachting van de mensen dat je als je een kwartfinaal opnieuw een kwartfinaal gaat spelen in een Grand Slam. Ja, hoe hoger dat je staat, hoe meer verwachting. En dan zie je wel dat dat niet altijd zo evident is. Maar dat heb ik wel gemerkt gedurende mijn ganse carrière. Zelf als ik aan de top was, en daarom ben ik een stuk daarvoor ook gestopt, want het was wel zwaar om constant te bewijzen. En ik heb een jaar waar ik heb ook, ja, waar ik uit de top 100 stond. Ja, een stuk ook, allez, dat was niet door mijn kwetsuur, maar dat was een combinatie van de twee. Maar na 2 maanden, de jaar nadien, stond ik terug in de top 100. Dus dat heeft niet lang. Ja, het moment dat ik dacht, waarom doe ik het? Maar ja, de passie is er en de gedrevenheid is er. En dat zijn zo van die momenten. Maar het gaat wel, bij mij ging het wel snel voorbij. Ja, oké, gelukkig. Ja. Ik denk dat wel, inderdaad, is dat iets wat je misschien ook wel aan de luisteraar kan meegeven. Hey, je zegt zelf van die meneer kwam kijken en gaf aan van je bent niet goed genoeg. Ik denk dat we dat allemaal wel eens meemaken, dat je al is het maar in de middelbare school of zo, een boekbespreking of je staat voor een groep voor mezelf spreek ik ook nu even. Ik heb altijd, en nu terug, maar altijd gedacht en geloofd van ik spreek graag voor een groep mensen. Ik ben een entertainer eigenlijk. Hè. Maar ook, ik heb wel eens te horen gekregen dat het niet goed was. En dan zou je zomaar kunnen denken van, oh ja, en dan uw dromen opgeven. Hè. Allee, dus. Dat zijn verschillende aspecten waar daar, en dat geef ik ook, hè, want ik geef keynotes en sessies, maar er zijn verschillende punten die kunnen wel dat beïnvloeden. Ten eerste, ik denk sowieso in die situatie, hè, met de persoon van de federatie die komt kijken en die zegt, ja, ik ben niet goed genoeg, dat kan je wel inderdaad in de slachtofferrol heel gemakkelijk daar richting gaan. Maar zo ben ik niet. Wat het mij geholpen heeft, is de mensen rondom mij waren allemaal positief mensen. Die hebben me altijd gesteund, altijd in mijn droom geloofd, 100% begeleid op een heel positieve manier. Dus ik denk dat dat is één aspect. Dus moest ik tips geven aan de mensen, is, ga
op zoek naar positieve mensen. Ten tweede, feedback. En nog altijd hier. Ik heb dat ook, hè, stel voor, zoals in jouw geval, je zei, ja, het was niet goed. Dan ga je speciaal naar die persoon ook vragen wat het niet goed was. En hoe kan ik de volgende keer het beter doen? Wat op zich niet evident, hè? Want dan moet je wel, en daar spreken we over de mindset, dan moet je wel een open mindset of een growth mindset, zo het genoemd is momenteel, dus een growth mindset, waardoor de feedback, want ik ben heel vaak op zoek gegaan tijdens mijn carrière, want ik heb daar natuurlijk heel veel coaches gezien op het circuit, die niet per se mijn coaches waren, die af en toe opmerking gaven. En dat ik wist, oké, van die persoon kan ik wel iets uitleren en dat pik ik. En dan neem ik mee. Bijvoorbeeld aan het punt van 30-15 of 15-30 is even belangrijk dan de eerste punt of een breekpunt. En dat zijn zo van die tips dat ik dacht, dat neem ik wel mee. Dus uiteindelijk een open mindset is feedback krijgen en op zoek gaan naar wat zijn de, voor mij natuurlijk, de informatie die zou mij helpen om nog beter te worden. Dus ik had zo open. En natuurlijk zijn er ook allerlei mensen die komen zeggen, ik ga je helpen om een betere opslag te hebben. Of allerlei dingen dat je weet, oké, eigenlijk wie zeide jij om mij te komen zeggen hoe ik moet serveren? Dus dat is een beetje zoeken naar de positieve mensen. En ten tweede, vooral een open mindset hebben om zo goed mogelijk de informatie die zou jou kunnen helpen om beter te worden, te kanaliseren. Dus dat zijn voor mij de twee voornamelijkste punten die mij geholpen hebben. Maar die ook andere mensen kunnen helpen. Ja, zeker. En Basta, ja. Die feedbackvragen, ik denk dat je dat... Ik noteer hier even durven vragen. Ja. Ik denk dat er misschien heel veel mensen, zeker op zo'n moment dat er dan slechte commentaar komt, omdat ze neergezabeld worden, dan even zich zo klein voelen dat ze dan niet op dat moment zelf dat nog echt durven. Hè, dat ze dan gewoon niet meer durven. Is het dan gewoon, geef jij de tip van oké, desnoods ga je opnieuw naar huis, pak je een dag, twee dagen, een week. Absoluut, ja. Maar durf gewoon terug te gaan naar dat moeilijke moment en... Ja. En durven vragen, want krijg je geen feedback, en dat is ook één dat ik geef aan de mensen, als topsporter, maar ook denk ik voor het mensen in het algemeen, geen feedback krijgen is nog erger, want dat weet je niet, waar sta ik momenteel, ben ik nog goed genoeg, wat doe ik goed, wat doe ik slecht, en dat is een beetje, ik zeg momenteel voor mij ook, als ik een keynote ga geven. En dan krijg je, het was wel interessant, enzovoort. Maar soms heb ik zoiets van, ik zou zo graag hebben dan iemand dat ik ken, die objectief is, en die gaat mij ook een eerlijk feedback geven, weten, is dat effectief goed? Heb ik het goed gedaan? Moest ik iets anders doen? Wat zou ik anders doen? Ik heb ene keer nu webinars gegeven, en mijn echtgenoot die mij kent door en door, die heeft dat wel gevolgd. En uiteindelijk heb ik mijn feedback gekregen dat ik niet wou horen, maar dat ik wel wou krijgen. En die op een objectieve manier en eerlijke manier mij gezegd van kijk, ja, dat klopt hier niet. Of dat kan wel beter. En dat heb ik nodig. Ik vind het op zich niet erg. Ik heb veel liever negatief feedback dan geen feedback. Want dan tenminste kan je wel iets leren. Nu, natuurlijk, bij negatief feedback, dan moet je wel zien, is dat wel een toegevoegde waarde of niet? Wil je dat wel veranderen of niet? Maar zoals je zegt, dan neem je 24 uur of 48 uur om erover na te denken, bezinken, verteren. En dan, oké, dat wel, parkeren, klasseren. Of dan neem ik wel mee naar de toekomst toe. Ja. Zo bekijk ik de feedback. Ja. En noem ik het feedback is food for champion, in feite. Oké, mooi. De growth mindset geef je erin daarnet aan. Het willen groeien. Hè? Ik denk dat het zeker als mens mooi kan zijn om te willen groeien, te willen evolueren. Mm-hmm. Maar langs de andere kant denk ik ook dat daar wel een gevaar, dus aanhalingstekens, in schuilt. De lat ligt ook gewoon heel vaak zo hoog voor ons als mens. Kan je daar iets over zeggen? Dat inderdaad, die hoge lat en... Ja, wel, daarom is dat wel goed als je spreekt over mijn lat, die ligt hoog.
Daar moet je wel een beetje jezelf goed kennen. Hè? Wat zijn mijn sterktes? Wat zijn mijn groeipunten? Ja. Dat is een belangrijk. Dat is een vraag die ik regelmatig stel als ik coaching doe. Is meer bewustzijn van je sterktes, je zwaktes. Hè? Zwaktes, groeipunt, wat je kunt verbeteren. Dat is één. Hè? Want in functie van de lat die wordt gelegd, moet je ook zien... Passen wel mijn sterktes in balans of zit ik volledig uit balans? En zou ik een beetje beter kunnen worden? Wat zou ik eventueel kunnen toevoegen, verbeteren? Dat is één punt. Dus jezelf beter leren kennen. Bij mij gaat het over de vaardigheden, hè, meer technisch, maar je hebt ook de non-technisch vaardigheden. Ja, want inderdaad, de lat die ligt hoog. Soms leg je de lat voor jezelf hoog, maar wordt ook de lat door iemand anders in bedrijf. Je objectief van het jaar dat je moet bereiken, het zijn niet altijd bepaald door jezelf. Dus dat moet je ook zien. Als ik moet dit doel bereiken, op wat moet ik wel letten? En bij mij gaat het over de vaardigheden, de technisch, maar ook de non-technisch vaardigheden. Dus dat gaat over mijn mentaal aspect, emotioneel aspect en fysiek. Hè. Ik geef energy management, dus voor mij is het ook goed om te weten tegenover mijn doel, wat heb ik wel nodig om mij ook energetisch gezien niet uit balans te krijgen. Op wat moet ik wel letten? Als de druk begint te stijgen, wat heb ik nodig aan de andere kant om voldoende energie te hebben. En het gaat over energy management, efficiënter omgaan met je energie, om je zo goed mogelijk, want als je mentaal sterker bent, emotioneel en fysiek, dan kan je natuurlijk beter, als de lat hoog is, omgaan met moeilijke situaties. En daar is voor mij ook een belangrijk, niet alleen de technisch, maar ook de non-technisch, wat we noemen non-technisch vaardigheden. Ja. Oké. Je geeft aan energetisch proberen in balans te blijven, of proberen in balans te raken. Kan je daar een tip mee geven dat je zegt van oké, goed, hè, die druk is hoog, maar om daar ergens, ja, hè, het is makkelijker, het is vaak makkelijk. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt van oké, mooi en makkelijk gesteld, energetisch niet uit balans raken. Maar hoe ga ik dat in godsnaam aanpakken? Op zich is dat niet moeilijk, hè? De mensen maken het wel moeilijk. Eigenlijk weten we het allemaal. Hè? Het gaat over de basis. Beter slapen of voldoende slapen. Je voeding heeft daar invloed op. En voldoende bewegen. Dat lijkt allemaal... Ja, iedereen weet dat. Nu, bij mij is altijd kijken naar wat is zinvol. Waarom zou ik beter moeten slapen of voldoende slapen? Waarom zou ik letten op mijn voeding? Waarom moet ik wel bewegen? Het is, eens dat zinvol is voor de mensen, kunnen ze dat wel in actie schieten. Op zich, iedereen weet dat we moeten voldoende slapen. Nu, elk persoon is anders. Dus voor een is dat misschien 8 uur, voor een ander is dat 6 uur, voor een ander is misschien 10 uur. Dus voor jezelf is te weten hoeveel uren, om één voorbeeld te geven, hoeveel uur per nacht heb ik nodig om voldoende te recupereren. Ik ken mij persoonlijk zeer goed. 8 uur is mijn minimum, 9 uur is fantastisch, 10 uur is hemel op aarde. Maar dat is mij. Dus ik weet wel, als ik niet 8 uur slaap, moet ik wel opletten in de komende dagen dat er niet herhaald worden. Want dat betekent dat er iets niet klopt. Dus ik let enorm veel op mijn slaap. Waarom? Want daar heb ik wel 100% controle op. Ja. En vanaf het moment dat je weet wat is voor mij belangrijk en wat helpt mij om voldoende energie te hebben, dan helpt het natuurlijk om je evenwicht te bewaren. Want hoe hoger de stijging van je druk, uiteindelijk, hoe meer recuperatie, hoe meer energie dat je moet halen. En dat is de fout van veel mensen. Vanaf het moment dat de druk begint te stijgen, wat doen ze? Minder goed slapen, 's middags eten ze niet, bewegen vooral niet, want doorwerken, kom aan. En dan mijn ontspanning van, ik ga sporten, ik heb geen tijd om te sporten. Dus jij begint alles verkeerd te doen. Terwijl, en dat is het voorbeeld dat ik geef vanuit de topsport, ik kijk naar Roland Garros. Roland Garros is 1 dag op de 2 moet je spelen. Dus ik moet ervoor zorgen dat als ik mijn eerste wedstrijd heb gewonnen, dat ik 100% van mijn energie terug ga krijgen de dag dat ik mijn tweede wedstrijd ga spelen. En het enige manier is letten op je energie, want je hebt controle over. Terwijl
ja, de druk niet altijd, de verandering niet altijd, wat de mensen erover denken niet altijd. Dus daar gaat het om. Dus waar let ik wel mijn focus? Het is op mijn energie, vooral waar ik zelf het verschil kan maken. Ja, oh ja, dus inderdaad, waar je zelf weet, van hier heb je controle over. Je hebt over zoveel dingen geen controle, maar zeg je dan ook van, laat dat dan maar doen? Ja, ik zou zeggen, in drukke perioden, in plaats van je energiebronnen te gebruiken, zou ik daar misbruik van maken. Ja. Want je weet op dat moment, ik heb het nodig. Want topsport, toppresteer betekent top energie. En in het bedrijf is dat identiek hetzelfde. Terwijl ik zeg, vaak voor mensen doen gewoon de omgekeerde. Ja. Druk, ah nee, ga ik niet. Dan ga ik 's middags mijn sandwich eten, terwijl ik ben nog altijd met mijn computer bezig. Ja, ja. Om een voorbeeld te geven. Dat, je met, dat is vaak de antwoord dat ik krijg van mensen als ik ze coach. Ah, ik heb geen tijd voor. Ah, dan moet je tijd voor maken dan. Als je vindt dat het belangrijk is voor jou, dan moet je tijd. Agenda, een uur, een afspraak met jezelf bijvoorbeeld. Ja. Ja. Sowieso, daar volg ik 100% in, inderdaad. Ik heb er ook wel mee aan cliënten. Goed, middags, ja, geen tijd, ja, plan het dan in. Hè. Gewoon tussen 12 en 1, geen afspraak zetten, klaar. De eerste 20 minuten of 25 minuten eten klaarmaken. 10 minuten eten en nog 10 minuten even je leggen desnoods of recupereren. Maar inderdaad, je gaf het daarnet al aan van de why erachter. Hè. Waarom zou ik dit doen? Kan je iets zeggen over inderdaad het bepalen van een doel? Heel veel mensen willen misschien wel afvallen of meer energie, maar vaak is het dat misschien, moeten ze nog durven dieper graven of zo? Want de echte why, waarom? Ja, als je bij je werk is, dat waarom doe ik wat ik doe? Hè? Dat is de why van Simon Sinek en de Golden Circle. Dat weet zo goed als iedereen die een beetje volgt nu de tendens. Bij mij is vooral, je linkt dat met motivatie. Als dat niet zinvol is, dan ga je niet volhouden. Dus het moet zinvol zijn. Dus als je een doel wil bepalen, het moet zinvol. En bijvoorbeeld, ik moet vermageren. Ja, is dat zinvol voor mij? Ja, het is zinvol. Dan moet je wel zien welke ondersteuning heb je wel nodig. Doe een doel die wel haalbaar is ook. Hè. Ik wil in één keer 20 kilo afvallen, terwijl dat ik weet in mijn eigen, dat is gewoon mission impossible. Ga ik dat niet doen. Dus voor mij een doel, en dat is je why, moet zinvol zijn ten eerste. En ten tweede, het moet haalbaar. Het kan wel een beetje challenging zijn, hè, absoluut. Want te gemakkelijk is dat ook niet motiveren. Maar vooral ook, zoals je zei, de lat. Waar ligt de lat? Hè? Is dat niet te hoog gegrepen? Want op een bepaald moment ga ook je motivatie kwijt. Want het is gewoon te veel. En je moet het graag doen. Ja. Ik ga zeggen, misschien vermageren doe ik het niet graag. Ja. Maar als ik een foto misschien van mij 10 jaar geleden met mijn 10 kilo... Dat is het beeld dat ik zou graag willen hebben. Dan heb je... je maakt je doel ook een stuk zichtbaar. Dat is een belangrijk. Als wij in topsport, wij maken ons doel altijd zichtbaar. Ja. Dus dat je weet, dat is de visie. Hè? Mijn Olympische Spelen, mijn gouden medaille, dat was mijn doel. Een medaille, maar laat ons voor de gouden medaille halen. Zag ik die medaille, hè? Ik zag het voor mij. Dus ik zag het podium, ik zag mij op het podium staan. Dus jij maakt het zichtbaar. Hè? Ten eerste, het moet ook realistisch zijn. Hè? Dus het is wel mooi en wel om te zeggen, ik kan naar de Spelen, ik wil een medaille halen. Terwijl dat je weet, er zijn misschien 20 mensen veel beter dan jou. Ja. Hoe zit het met mijn motivatie? Dus dat zijn die factoren die voor mij belangrijk zijn vanaf het moment dat je zegt, oké, ik wil afvallen of ik wil een betere conditie. Dus maak het zichtbaar. En vooral ook meten is weten. Ja. Dat is belangrijk. Hè? Want bijvoorbeeld, ik wil een betere conditie. En plezier hebben. En dan gaan we naar sporten. Ik ga teruglopen. Ja, maar ik haat lopen. Maar mijn vriend die zegt dat goed is. Hè? Ik geef het voorbeeld van mij, mijn man. Mijn man die loopt marathon. Ik haat lopen. Ik spurt graag, maar van langlopen, dat is niks voor mij. Dus ja, maar het is goed voor je conditie.
ja, oké, maar voor mij is dat niet zinvol. Dus ik ga het niet volhouden. Dus voor, vaak voor mensen, je moet altijd kijken welke sport zou ik doen om ja, daar plezier in te hebben en tegelijkertijd een beter conditie. En iedereen is anders. Dat is één aspect. Ten tweede, dus plezier. En ten tweede, meten is weten. Waarom? Doe altijd een test. En als je... Ik heb gedaan met mijn seizoen. Ik ga terug trainen voor de volgende seizoen. Wat doe ik met mijn conditietrainer? Wij testen. En waar sta ik momenteel? En op basis daarvan kan je wel een programma maken. Een beetje hetzelfde. Van, ik heb een bepaalde doel. Waar sta ik momenteel? Hoe kan ik de volgende stappen... Eigenlijk op korte termijn de volgende stap zetten om uiteindelijk mijn einddoel te haken. Ja. Oké, het zichtbaar maken van een doel, is dat dan ja, echt een beetje visualiseren? Is dat dan vooral echt mentaal? Of zeg je van, ja nee, had jij bijvoorbeeld een foto van een gouden medaille op je spiegel hangen? Ik weet het niet. Maar... Ja, maar dat is mentaal, dat is puur mentaal. Ja. Dat heeft alleen met je mentale... Ja, puur mentaal. Ah ja, want jij weet waar je naartoe moet. Je weet welke inspanning dat je moet leveren. Je weet welke stappen dat je moet zetten om je doel te bereiken. En het heeft invloed op je motivatie. Dus het is 100% mentaal. Ah, oké. Ik kan me voorstellen, ja, we hebben er juist al kort even aangehaald, maar zo ja, in een carrière, zo de druk, hè, die hebben we er net al aangehaald, maar zo echt het stressaspect, hè, de druk is misschien nog iets anders, maar zo ja, het moeten presteren, het veld op stappen bijvoorbeeld, of inderdaad ja. Setpoint, of allee, ja, in jouw geval dan... Zijn er daar dingen die je zegt van, oh ja, dat is echt wel, dat heeft mij geholpen, of geef ik de mensen die ik begeleid mee? Ja, als je kijkt vooral naar, niet per se naar mij, maar andere topsporters, is wij kieken erop, hè. Wij kieken erop die moment, hè. Ja, je bent competitief of je bent het niet, je wordt het niet. Dus... dat is één. Dus kieken op competitie. Ja, ik, voor mij is dat duizenden keer meer stimulerend als ik 15.000 mensen heb in een stadion, dan is het drie in een stadion. Dat is een feit. Omdat ik ook, ik denk dat voor in die situatie momenteel met corona, waar je zegt, ja, je moet voetballen in een lege stadion of je moet gaan de Tour de France zonder publiek of tennissen ook zonder publiek. Voor heel veel atleten is dat gewoon niet motiverend. Dus dat is één. Nu, stress, ja, je leert wel bepaalde technieken. Hè? Vooral, dat is voor mij een stress, een punctuele stress. Dat is nog altijd iets anders dan een stressperiode. Is een punctuele stresssituatie. Hè? Je speelt voor een medaille, of je speelt voor een Grand Slam, of je speelt voor een titel. Dus op zich speelt dat niet zoveel uit voor wat, maar... Hoe ga je om met die punt, met die actie, met mag niet uit. En daar leren we wel de techniek. Moest het eventueel stress komen? En gaan we terug naar het mentaal, emotioneel en fysiek. Je hebt verschillende technieken die jou helpen om die stress terug een beetje onder controle. Want daar gaat het om. Hè. Spreek over druk en stress. Dat is de twee die ik ook gebruik altijd. Bij mij, druk... heb je nog altijd het gevoel dat je hebt controle over de situatie. Bij stress heb je het gevoel dat je verliest de controle van de situatie. Opnieuw, het gaat over je eigen perceptie. Want in een identieke situatie kan je mensen anders reageren. Voor één is dat stress, voor een ander is dat druk. Dus het is heel persoonlijk. Vanaf het moment dat je begint te voelen, oeh, je begint hier een beetje de controle van de situatie te verliezen, dan gebruik je wel effectief de techniek dat je leert vanuit de topsport, hè? Mentaal. Meestal nemen wij wel de controle terug met degene waar je het sterkste bent. Als ik zeg, ik was ijzersterk mentaal, was ik vooral meer op zoek naar iets die mij hielp toen op mentale vlak. Wetende dat ik ben mentaal terug mee, dan gaat mijn emotie terug onder controle en fysiek ga ik ook minder gespannen zijn. Maar ik spreek voor mijn eigen. Er zijn andere mensen die meer op zoek naar het emotioneel of anderen naar het fysiek. Als je puur kijkt naar...
naar het mentaal. Ik sprak over positief zijn, dat meer kijken naar oplossing dan probleem. Dat is het. Hè. Je brein onthoudt de negatie niet. Dus vanaf het moment dat ik ga mijn focus over het probleem, ik moet serveren voor mijn matchpunt. En als ik denk, geen dubbelfout spelen, dan ga ik automatisch mijn dubbelfout spelen. Want mijn brein gaat alleen maar zich focussen op die dubbelfout. Dus ik ga me daar vooral focussen op het probleem. Dus mijn techniek is positief. Wat moet ik nu doen om die punt te winnen? We moeten in de baan, of moeten in de backhand, of in de voorhand. Gewoon eerst een opslag in. Dat zijn allemaal voorbeelden van oplossingen. Dat is één. Er zijn andere. Visualisatie is er ook één van. Hè? Want je kunt ook combineren. Je hebt emotioneel is... Vaak zie je wel... mag niet uit welke sport, maar ik noem dat rituelen. Rituelen... Voordat je gaat effectief een penalty of een corner of een shootout of mag niet uit. Ritueel. Waarom is dat ritueel krachtig? Want daar controleer je je ritueel. Dus jij bepaalt, jij beslist van A tot Z wat je gaat doen. In tennis, een ritueel die heel bekend is, is handdoek gaan halen. En dan teruggeven. Je hebt altijd zo... Ik spreek over grote wedstrijden. Dus dan heb je de ballboys en de ballgirl. En dan vraag je met een handdoek. Eigenlijk heb je handdoek niet nodig. Maar je vraagt het. Waarom? Pakken, afdrogen, teruggeven, controle. Puur controle. Dus dat is emotioneel. Fysiek kan je kijken. Soms zie je atleten die begint te stretchen. Ademhalingoefeningen. Dat is nog een typisch fysiek. Ja. En het is heel persoonlijk. Dat zijn zo van die... Want dat is een punctuele situatie en vooral, het duurt niet lang. Dus je moet iets vinden. Ik zeg het vaak, keep it simple. So keep it simple and stupid. Want hoe simpeler, hoe stupider het is, hoe beter het werkt. Ja. Op dat moment kun je niet meer helder nadenken. Dus hou het gewoon basic. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dus ook wel, ik wou nu ook zeggen, fysiek inderdaad, het inzetten van je ademhaling, gewoon door eigenlijk langer uit te ademen. Ja, als je kijkt soms op tv, dat is vooral zo diep. En je ziet de schouders ook, hè. Diep inademen en uitademen. Dus heel traag inademen en heel traag uitademen. Vooral want als je begint stress te krijgen, begin je met het bovenste van je lichaam te ademen, terwijl dat je buik ademhaling moet doen om terug een beetje de controle. Voor vrouwen is een bekende, als je moet bevallen, dat is een buik ademhaling dat je moet doen. Hij moet niet beginnen te puffen. Anders ga je na een paar minuten gedaan. Ja, inderdaad. We spreken nu over de stress die niet lang duurt, echt dat korte momentje. Ja. Maar natuurlijk, de dag van vandaag zijn er ongetwijfeld ook mensen... Dat is gewoon langdurig. Ja, maar misschien ook bij de luisteraar. Mensen die gedurende langere periode stress ervaren. Dan is zo'n ritueel misschien minder... Ja, ik weet het niet. Ja, jawel. Ja, ik weet niet hoe jij daar tegenover... Ja, hier gaat het meer over punctuele situatie. Je kunt wel... Ik denk dat sowieso wat helpt op lange termijn ten eerste je energiebronnen inschakelen. Want als je veel energie hebt, dan ga je ook... Is dat meer of minder stressbestendig? Dus dat je beter je stress onder controle gaat krijgen. Want mensen die weinig energie hebben, die zijn wel iets gevoeliger. Want ze kunnen minder afstand nemen van een bepaalde situatie. Die reageert in overdrijf, emotioneel of fysiek. Voelen ze gewoon leeg. Dat zijn de typisch. Dus bij mij gaat het over de energiebronnen. Daar vooral kijken, wat doe ik fout momenteel? En wat zou ik nu beter kunnen doen? Maar ja, het gaat ook een stuk over je structuur en je organisatie. Chaos, ja... Sommigen wel... zijn chaotisch, maar er is voor hen structuur in hun chaos. Ja. Dus er is wel chaos, maar ze weten heel goed de inhoud. Wat er chaos is en er is geen structuur en geen organisatie, dan pas begin wel stresserend te worden. Dus hoe meer... Allee, het is misschien
Ja, raar, maar hoe meer dat je bent gestructureerd, hoe meer dat je bent georganiseerd, en dat heb ik wel gevoeld tijdens mijn carrière, ja, hoe meer dat je kunt proactief kijken naar oplossingen, hoe minder stress. Hè, want toeval in topsport bestaat niet. Dus betekent toeval... Hè, ik heb alles gedaan wat ik moest. Ah, maar dat heb ik niet gedaan. Pech. Dat had jij juist nodig. Ja. En daarom gaat het wel over wedstrijd voorbereiden. Bijvoorbeeld, die tegenstander die ken ik wel goed. Ik heb al een paar keer gewonnen in de pocket. En dat je denkt, het gaat gaan. Komt op het veld en die speelt de wedstrijd van zijn leven. En jij, of haar leven. Ja. Jij niet. En dan is dat wel heel stresserend. Dus ja, een beetje proactief. Vooral ook altijd, ja, ten eerste ook respect van de tegenstander, maar ook altijd, ja, je voorbereidt zoals altijd. Maar daardoor die structuur dat je in plaats zet, helpt het natuurlijk om meer dingen onder controle te krijgen. Ja. Oké, je gaf daar, die controle, je gaf daar net al aan dat je bijvoorbeeld voor jezelf weet, oké, zoveel uur slaap, inplannen van je lunch en daar tijd voor maken. Zijn er zo nog dingen dat je in jou opkomen dat je zegt van, ah wel, dat was toch ook wel heel belangrijk en daar ja. Ja, een ander is voldoende bewegen, maar opnieuw voldoende bewegen. We weten ook opnieuw, we moeten minimum 30 minuten bewegen. En het gaat niet over sport hier, echt puur bewegen. Bij mij, de tip dat ik geef aan de mensen, het is beter 3 keer 10 minuten per dag bewegen dan 30 minuten 's morgens of 30 minuten 's avonds. Waarom? Want wij hebben energiecurven. Dus gedurende 1,5 uur tot 2 uur hebben wij wel energie en dan krijgen we een kleine diep en terug 2 uur en dan een diep. Op die 3 momenten, dat zijn voor mij sleutelmomenten, is dat wel goed om te bewegen. Want het helpt jou een beetje in plaats van je dag te bekijken als een spurt. Hè. Ik loop van 's morgens tot 's avonds en ik doe een non-stop. Ga je wel meer het gevoel hebben dat door de 3 keer 10 minuten gewoon gaan wandelen buiten, dat je, het is ook een soort ritueel, maar het is meer een ritueel om, ja, om een beetje een soort uitlaatklep ook te gebruiken om je hoofd leeg te maken. 3 keer 10 minuten gaat effectief je veel meer energie geven. En op het einde van de dag ga je wel meer het gevoel, oké, ik heb hard gewerkt, maar ik heb nog altijd energie. En het is niet dat ik ga naar huis uitgeput op mijn knie, wat het eventueel het geval kan zijn als je dat niet doet. Dus dat is een tip dat ik ook... En het belang van waarom, want je kunt niet geconcentreerd blijven van 's morgens tot 's avonds. Er zijn momenten waar je aandacht minder is. En het is juist op dat moment dat het ideaal is om te gaan... Ja, rechtstaan, bewegen, een tiental minuut en terugkomen. Ja. Dan ga je wel voelen dat je ook op je werk veel efficiënter gaat zijn. Ja. Dus echt effectief als je voelt van nu zakt mijn energie, mijn concentratie ongetwijfeld ook. Hè. Een pauze nemen. Ja, pauze te nemen. Ja. Ja. Oké, goed. Zijn er nog dingen van rond bewegen? Zeg je gewoon van oké, 3 keer per dag. En hoe kijk jij nu als ex-topsportster? Want men zegt wel eens, topsport is niet zo gezond. Nee, dat zijn extreme... Ja, vaak spreek ik ook niet over topsport. Hè, want topsport is inderdaad grenzen verleggen en de lat altijd hoog. Ik denk dat het leven momenteel voor veel... ook genoeg en moeilijk genoeg is. Dus het is niet om te vergelijken met topsport. Ja. Maar als je spreekt over bewegen, geef ik altijd het voorbeeld. Stel voor dat ik mijn wedstrijd heb gespeeld en ik heb gewonnen en de dag nadien heb ik een dag rust. Zou ik even goed in mijn bed van 's morgens tot 's avonds kunnen blijven en zeggen, oké, ik beweeg niet, dus ik ga geen energie verbruiken. Dus de volgende dag sta ik wel superfit. Op dat moment, in plaats van superfit te voelen, ga je wel merken dat die energie in feite heb ik minder dan de vorige keer. Dus hoe minder dat je beweegt, hoe minder energie dat je gaat opladen, vooral fysiek. Dus het gaat zoals een beetje de oudere mensen die 30 jaar geleden, die waren op pensioen en die bleven in hun zetel en die bewoog niet.
En die, op termijn merkte wel dat die gingen sterven veel rapper dan gewoon mensen die actief blijven. Dus je ziet nu in de fitness bijvoorbeeld, zie je veel meer mensen die op pensioen zijn, die heel veel blijven bewegen. Want hoe minder dat je beweegt, hoe minder energie dat je hebt. Hoe minder energie dat je hebt, hoe meer goesting, hoe minder goesting dat je hebt om te bewegen. Dat is een vicieuze cirkel. En dat zie je vaak bij mensen die beseffen dan niet tot het moment dat ze beginnen hun energie naar beneden te krijgen. En vanaf het moment dat ze terug gaan bewegen, dan is ze van, oh ja, eigenlijk, het helpt mij wel. Dus waarom is het wel noodzakelijk? Het is een vitaal, hè? Als je niet meer beweegt, ga je ook sterven. Maar vooral terug energie krijgen. Dus van bewegen krijg je fysiek energie. Ja. Okay. Daarom is het wel noodzakelijk. Jij zei, ik gaf het begin redelijk bij het begin aan van de gedrevenheid, hè, nooit opgeven, veerkracht. Hoe, ja, als je dan het vertaalt naar het leven, hoe zie je dat? Want ja, je kan wel tegen iemand zeggen, blijf gaan, nooit opgeven. Hè, gewoon, het beste advies dat er is. Hoe kan je... ja. Ja, hè, want veerkracht, ja... Heb je daar misschien nog een waardevol tip dat je zegt van... Ja, doorgaan. Niet, hè. Want ja, dan vliegen tegen de muur, dat is ook niet de bedoeling. Daarom dat ik zeg, je moet vooral jezelf kennen. Wat zijn je grenzen? Daarom is het ook goed om te weten, wat zijn mijn sterktes, wat zijn mijn zwaktes? Waar moet ik wel op letten? Wat zijn eventueel valkuilen bij mij? Het gaat echt over... zelfkennis. Dat klinkt misschien raar, maar vaak mensen, ja, we hebben dat niet geleerd op school, dus, en op unief of hogeschool mag het niet uit. Je hebt dat nooit geleerd, dus je moet het pas allemaal ontdekken op het terrein, maar ja, als je jezelf niet kent, dan ga je veel rapper misschien of veel gemakkelijker tegen de muur lopen. Want je kent je limiet niet. Vaak is ook mensen die bijvoorbeeld een burn-out of een depressie hebben meegemaakt, en vooral ook burn-outs, zijn mensen die, ja, die zwak zijn, die zijn blijven doorgaan. Hè? Dus doorgaan, tot het moment dat ze liepen tegen de muur en dan besef van, oei, oké, dat is iets, ik wil dat niet 2 keer meemaken. En dan pas besef, oké, wat zou ik nu anders moeten doen? Je kunt dat wel vermijden of anticiperen vanaf het moment dat je weet. En het gaat puur over je energie. Ken je jezelf? Weet je wat je nodig hebt? Dan ga je wel iets minder het probleem krijgen. Maar heel veel luisteren ook naar je lichaam. Ja. Want je lichaam is een bron van informatie. Een topatleet, daarom toeval bestaat niet. Waarom? Wij kennen ons door en door. Ik luister naar mijn lichaam. Het wil ook niet zeggen, ik luister naar mijn lichaam. Dat ik effectief het nodige doe. Dat is iets anders. Hè? Want ja, je moet... Ja, ik ben ook tegen de muur een paar keer over de grens. Maar ik wist het wel. Ja. Okay. Ik wist wel. Ik wist wel dat ik te ver ging. En dan de volgende keer ga je het met je fine-tune. Als je op het opperste niveau van topsport, dan is dat echt, ja, fine-tuning. Hè? Dan ga je over 1%. Hè? Je hebt dat vaak... Allez, Jacques Borlée is een goede kennis van mij. Hij zegt ook, topsport, op het einde, als je echt spreekt over de topper van de topper, gaat het over detail. Daar gaat het om. Maar voordat je begint met de detail, moet je eerst de basis kennen. Ja. En voor veel mensen, de basis is onbekend. Ja. Dus... luister naar je lichaam, echt inderdaad durven, ja, voelen. Ja, ja, die signalen die je lichaam je ongetwijfeld geeft, maar waar dat ook waarschijnlijk door de rat race van het leven, doordat het altijd zo snel gaat, waar dat we eigenlijk niet durven, ook weer al durven. Hè, ja. Ja, of niet willen naar luisteren, of gewoon zeggen, oh, het gaat beter worden later, maar je beter worden later, dat komt niet. Dus, hop. Tegen de lamp of tegen de muur. Zo gebeurt het af en toe bij sommigen. Ja. Zou ik dat beter vermijden? Ja, je gaf daar straks al aan. Je hebt allerlei ook, één, naast jouw ervaring als ex-topsportster, ook wel wat opleidingen gevolgd. Ik denk dat dat wel zeker een waarde in zit als je inderdaad aan de slag wil als coach. Ik kan me ook voorstellen dat jij, daar leid ik dat toch een beetje uit af, dat je wel...
benieuwd bent naar nieuwe dingen, dat je wel wilt bijleren, dat je daar wel belang aan hecht, dan ben ik eigenlijk ook eens heel benieuwd naar of het, ja, één, of dat jij veel regelmatig boeken leest. En zo ja, welk boek ligt er bijvoorbeeld op dit moment op jouw nachtkastje? Of niet per se, maar welk boek zou jij misschien echt aanraden aan de luisteraar dat je zegt, voor mij, dat was echt een eye-opener of dat is echt een aanrader? Ja. Ik heb wel veel boeken. Ik moet eerlijk... Ik ben leergierig, dus ja. ik volg wel regelmatig opleiding en voor alles. En ik heb zoiets, ik kan altijd iets uitleren. Dus ik kijk altijd met een positief, wel af en toe kritisch, maar ook een positieve mentale ingesteldheid. Ik kijk liever naar iemand, ik ga liever een film kijken, of een webinar, of een workshop meedoen, of een opleiding. Want bij mij komt het wel veel gemakkelijker binnen dan als ik moet een boek lezen. Maar ik heb wel veel boeken. Dus het is zeer doelgericht, mijn boek. Want oké, dat vind ik wel interessant. Ik kan niet van A tot Z mijn boek lezen. Maar ja, ik ben wel Franstalig, dus ik heb wel boek in het Frans ook. Ik heb boek in het Engels en ik heb boek in het Nederlands. Nu, het allerlaatste dat ik heb wel, vond ik wel interessant, het ging over de grit. Wacht, ik ga het even zwartje geven. En ik heb een hele goede vriend. Maar ja, dat is sport. Ja. Fantastisch. En Alistair is een hele goede vriend van mij. Dus ik heb zijn... Dat is onlangs een van de boeken. Dat is The Grit. Oké. Okay. En dus als ik een boek ga lezen, ga je zien, dan zit je altijd... Ja. Ja, ik ben zeer visueel. Dus als ik lees... En er zijn passages waar ik denk, dat interesseert mij niet, want ja, het zijn dingen dat ik, ja, nee, dat is niet voor mij. Dus gewoon chapter weg en dan ga ik naar de volgende. Dat is de manier dat ik, maar voor mij is het heel moeilijk om een boek te lezen. Dat vraagt wel een bepaalde inspanning. Nochtans, ik vind het altijd super boeiend als ik zie mensen die zeggen, ah, dat is een nieuw boek, die ze dan moeten lezen. Dus ik ben nu mijn loopbaanbegeleiding bijna zo goed als afgerond. Dus september ben ik afgestudeerd. Maar ik ben al aan het zoeken naar de volgende. En de volgende gaat waarschijnlijk Insight zijn. Want ik vind ook teamdynamiek en communicatie interessant. Mm-hmm. En dan zal ik ook... een andere opleiding volgen, maar het is wel in het Frans. En het gaat over persoonlijkheid. Analyse transactionele. Oké. Okay. En waarom zeg je, dat boeit mij? Waarom die opleiding, is er dan iets dat je zegt van... Datgene heeft mij geprikkeld of getriggerd om toch maar daar... Hè, want het overaanbod is er ja, ook. Dat is het, hè. Ja, inderdaad. Nee, maar er is altijd een reden. Nu, ik heb die opleiding nu loopbaan gedaan. Waarom? Want ik zou graag op termijn topsporter willen helpen in hun loopbaanbegeleiding. Waarom? Want ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb jammer genoeg niemand gehad toen. Alleen via de WTA had ik wel, was er wel iemand die hielp een beetje, oké, maar meer naar de waarde, wat het voor mij belangrijk was. Maar ik ben altijd op zoek alleen moeten gaan naar een job. En ik weet dat dat niet evident is. Voor heel veel topsporters is dat niet. Dus daarom heb ik loopbaanbegeleiding nu specifiek gevolgd als specialisatie. Maar ook mensen in het algemeen in bedrijf. Hè. Maar toch wel doelgericht ook naar topsporter. Nu, analyse transactionele gaat het over Eric Berne. Het gaat enerzijds over... Ja, ik zeg, het is een stuk persoonlijkheid. Het gaat... Ja, nu heb ik de drivers geleerd via Tapas. Dat is het talent en passie. Want ik ben daar ook gecertificeerd. En dat vind ik wel super interessant. Om te zien tussen je 3 en 11 jaar hoe je persoonlijkheid wordt ontwikkeld. En vooral door de mensen in je omgeving. Ja. Dus dat is een stuk van analyse transactionele. En insight, want ik vind het wel interessant. De verschillende communicatiekanalen.
ook een beetje gelinkt aan je persoonlijkheid. Okay. Kan je daar iets over vertellen? Of is, want je hebt daar nu, je gaat er nog een opleiding over volgen, maar ja, het feit dat je weet daar ongetwijfeld over communicatie en over vormen en gekoppeld aan persoonlijkheid, dan word ik getriggerd, dan ben ik ineens heel benieuwd. Ja, het is goed voor de coach als ze individuele coaching doen. Maar Erik Berne, anders, je kunt dat gewoon googlen. En dan ga je, maar het is wel in Frans. En het gaat over, je hebt de driehoek. Hè? Je hebt de driehoekrelatie tussen ouders, kind en volwassenen. Dat is analyse transactioneel. En dan, je drivers is ook een deel van. En dan heb je nog een ander driehoek. Het gaat over, het is in Frans persecuteur. Sover en slachtoffer, hè? De drie. Okay. Dat is ook analyse transactioneel. Ik vind het wel super interessant om... Ik heb dat een beetje geleerd in mijn basisopleiding coaching in 2008. Maar het lijkt me wel interessant om daar verder in te gaan. Ja, dus daar leid ik uit af dat je toch ook nog wel wat doelen en dromen hebt. Ja. Ik ben leergierig. Ik leer ontzettend graag. Ja, okay. Voor mij gaat het over... Ja, het is een never-ending story. Hè? Als je wilt... In alles wat je doet, je moet blijven leren. Ja. Stilstaan is achteruit gaan. Dus, ja. Soms moet je een tijd niet doen om gewoon verteren, een beetje bezinken, zien. Maar ja, ik heb mijn job gevonden. Ik doe dat heel graag, coaching. Dus ik denk voor de mensen die ik begeleid, belangrijk is ook dat ik blijf ook voor mijn eigen blijven trainen en leren. Ja. Dus naar job toe nog wel wat te dromen en doelen. Zijn er ook nog op persoonlijk vlak dat je zegt van, denk je daar soms over na? Of dat wil ik nog, of ik wil nog reizen of ik weet het niet, ja, is wat. Ja, ik reis graag, ja. Ik reis nu, ik heb altijd gereisd. Ik heb de wereld gezien zonder de wereld te zien. Ja, dus ja. Ik heb zoiets van, oké, ik wil nu echt de wereld zien dat ik heb niet kunnen zien. Dus ik heb niet bijvoorbeeld, ik heb geen appartement in het buitenland, want ik heb zoiets van, moet ik telkens naar hetzelfde plek gaan? Nee, sorry, maar misschien als ik 70 ben, misschien wel. En nog, dat weet ik nog niet. Maar ik reis ontzettend graag. Dus cultuur, dat is een rijkdom. Dus vind ik altijd goed om dat te kunnen doen. Ik ben na 20 jaar terug naar Australië en Nieuw-Zeeland geweest. Nieuw-Zeeland was 20 jaar. En dan ben ik terug naar Sydney voor de Olympische Spelen. Ben ik na 19 jaar teruggegaan. En wat zei dat met jou? Ik heb geweend. Ja, ik dacht, goh, ik zei tegen mijn man, gaan we dat wel doen? Hij zei, ja, we moeten dat wel doen. En ik zeg, oh. En wij kwamen dat was met de trein, naar boven. En dan ineens, niet zo super te winnen. Want al die emoties van toen en herinnering van die plek. En dan je naam zien op de grond bij het Olympisch Stadium. En ja, dat is ongelooflijk. Ja, ik kan dat moeilijk te beschrijven. Dus reizen doe ik wel ontzettend graag. Vooral gezond zijn, ja, en gelukkig zijn. Ik ben heel gelukkig in mijn leven en ik wil het zo houden. Okay, top. Is er nog een vraag die ik jou had moeten stellen, maar die ik jou niet gesteld heb? Nee, alleen mijn activiteit. Ja, ik doe veel. Hè. Ik doe veel en niet veel. Ik ben vooral... ik doe verschillende dingen. En dat is ook bij mij ook een belangrijk aspect dat je niet altijd zelf doet. Dus ik doe de coaching, individuele begeleiding. Ik doe workshops, ik doe keynotes, ik presenteer ook. En dan ben ik nog altijd actief in sport, want ik geef commentaar op tennis. Maar ja, momenteel is er geen tennis. Ik geef commentaar op tennis. En ik zit in het raad van bestuur van het BOIC. Ja, dus daar ben ik nog altijd actief. En dan hebben we een taskforce opgericht om de vrouw in de sport te promoten. En dan daarnaast zit ik ook bij
Dus je hebt Olympisch en Paralympisch. Dus ik vertegenwoordig in het raad van bestuur van het BOIC de Paralympisch Comité, dus de BPC. Ja. Want ik zit in de Franstalige Liga. Dus je hebt Psilos bij de Vlaamse en Waalse zijn Liga en die Sport Francophone. En dan zit ik ook in het raad van bestuur en technische comité, alle sporttechnische comité. Ja. Dus daar, maar dat zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Ja, alles met sport is vrijwilligers, behalve commentaar. Maar dat is een beetje, wat je mensen doen voor het goed doel dingen, voor mij, dat is mijn goed doel. Ja, oké. Okay. Ik wil ook sporters helpen en ondersteunen. Ik denk dat daarom dat ook die loopbaanbegeleiding ergens een link heeft met wat ik nu doe. Dus dat zijn mijn activiteiten. Dus maar het is 20... Voor het sport spreken wij over 1 vergadering elke 2 maanden. En dan bij Ligue Handisport ook. Dus het is niet vele. Maar ik zit er wel in. Ja. Dus je houdt wel van afwisseling. Ja, ik heb dat goed begrepen. Ligt aan mensen? Is dat iets dat je meegeeft ook? Of niet noodzakelijk? Nee, dat ligt aan je persoonlijkheid. Ja, mijn persoonlijkheid. Ik zou het heel saai vinden, moest ik iedere dag het zelf doen. Maar het ligt aan mij. Ja, voilà. Ik zou niet een 9-to-5 job kunnen doen. Ik ben zelfstandig sinds mijn 18. Ik zou me niet direct zien beginnen te werken in een bedrijf waar ik moet ook voor iemand, voor... nee. Ja. En misschien nu komt die vraag ook nog te binnen, want ik denk dat ook op financieel vlak wel de tijden veranderd zijn. Denk ik dan. Ik weet het niet. Ik denk dat je als je nu de carrière hebt die jij ooit gehad hebt, dat je misschien nooit nog moest gaan werken. Ofwel? Nee, je hebt gelijk. Als ik nu zou tennissen met het resultaat dat ik heb toen gehad, zou ik niet meer moeten werken. Nu ja. wel. Ja. Nu wel. Maar ik werk ook... ik heb mijn spaarcentjes opzij natuurlijk. Hè, want als je kijkt mijn profiel en je kijkt hoeveel dat ik heb verdiend, het is allemaal bruto natuurlijk, maar ik heb mijn brood goed verdiend. Maar niet om te zeggen, ik kan nu gewoon rentenieren. Nee, dat is het niet. Nee. Spijtig genoeg niet. Maar zelf, je carrière, dat stopt nu. Ik was 27,5 toen ik stopte. Als je niks meer doet, het is wel saai, hè. Ik bedoel, je kunt wel reizen, maar je kunt niet altijd reizen. Ja, daarom is het niet altijd zo evident. Zelf heb jij je brood goed verdiend om nadien na te denken, de volgende stap, wat zou ik graag willen doen? Zelf heb jij wel je brood eraan verdiend. Maar daar ben jij er binnenkort voor om dan die ex-topsporters te begeleiden, toch? Absoluut. Nog één vraagje misschien om af te ronden. Als fitheid betekent dat je je gezond en energiek voelt, op een schaal van 0 tot 100. Dat is een groot schaal. Van 0 tot 100, ja. Ja, 0, oké, dan dood, denk ik dan maar. Okay. Maar goed. Hoe ik mij voel vandaag of in het algemeen? Ja, vandaag. Misschien heb je nu toevallig 2, 3 dagen slecht geslapen met de hitte en weet ik veel, maar... Ja, nee, ik heb goed geslapen. Ja, algemeen. Nee, niet per se vandaag, maar gewoon algemeen. In het algemeen, qua fitheid, 80%. Allee, nee, ik ga zeggen misschien 70%. Waarom? Met al die... ik heb nooit een zware kwestie gehad, maar ik heb wel heel veel last gehad van alles en nog wat. Daarop grenzen verleggen ben ik vaak over de grens. Vooral door mijn doorzettingsvermogen. En voor mij was dat... Ik sterf op het terrein als ik moet sterven, maar ik ga niet opgeven. Dus dat stond niet in mijn woordenboek, maar op leeftijd van 47, 20 jaar later, eerlijk gezegd, dan betaal ik wel de prijs. Dus ik heb veel last van veel dingen. Dus ik sport vooral, en ik moet kiezen welke sport dat ik doe, in functie van mijn fysieke capaciteit. Dus ik ben wel beperkt. En mijn knie doet pijn, dus ik kan niet 50 minuten is het maximum lopen. Fietsen kan ik niet 2 uur op rij fietsen. Mijn rug doet pijn, dus ik moet stoppen. Tennissen is een hel, voor mijn rug ook. Dus ik sport alleen nog om preventief en in conditie te blijven. Maar extreem, dat is niet meer mogelijk. Nee. Okay. En mis je dat soms?
Nee. Ja, ook met de jaren, dat competitiegevoel, gedrevenheid verdwijnt ook. Ja. Maar ja, je leeft, er zijn andere aspecten die belangrijk zijn. Maar ik weet sowieso, als we met een groep van topsporters zijn, we gaan golven, we gaan elkaar uitdagen en dat komt even snel terug. Dus vooral niet uitdagen. Dan heb ik nog een keer met iemand gespeeld, vorige week golven, en die zei iets en ik zeg, je moet mij niet uitdagen. En inderdaad, ik moest de put, allee, die is in golf, ik moest de put erin. En dat zat erin, ik zeg, ja, ik had het verwittigd. Dus ja, denk ik, dat zit erin. Dat gaat nooit weggaan, maar het vermindert wel. Ik kan tegen het verlies nu. Ja, dat is een... Ja, oké. Okay. Allee. Min of meer. Wow, ja. Okay. Nee, goed. Ja, ik denk dat ik alles heb moeten vragen wat ik wil vragen in ieder geval. Dus hartelijk bedankt in ieder geval.